Kijk jongens, doe even zo. Dat is toch easy clap dit. Black and white. Hey, leuk dat je op deze video hebt geklikt jongens. Zoals je aan de titel ook hebt kunnen zien. Dylan heeft team even nou verlaten. En dat ga ik jullie nu haarfijn uitleggen waarom dat zo het gevalletje was. Want wij hebben nog steeds af en toe mensen die dit vragen van, yo, waarom streamt Dylan niet meer of wat dan ook. Dus jongens, dit is de laatste keer en de eerste keer dat ik dit uitleg. Gewoon, Dylan had geen tijd voor Team FNL meer. Dat komt omdat zijn eigen kanaal natuurlijk BOOM! Gewoon echt insane ontploft is. Dus we hebben ook geen ruzie of wat dan ook. Dus nog even voor de duidelijkheid. Dylan zit niet meer bij Team FNL. Maar jongens, voor de echte OG's die wel Team FNL al vanaf het begin af aan volgen. Dus volg jij ons al vanaf het begin dat Team FNL was opgericht? Laat het even een comment achter in de reacties. Ik heb een klein voorbeeldje voor jullie van hoe het toen nog een beetje was. Dit is een oude video van Guus. Dus jongens, wacht even. Vinden jullie ook niet als wij meer dan 200 likes hitten, dat Guus op zijn oude video's moet reageren? Is dat een goeie? Bij 200 likes gaat Guus dat doen. Deal. Guus, je hebt het goed gehoord, ja. Maar jongens, ik laat even een voorbeeld zien. En dat is bijvoorbeeld deze video. Zoals je kan zien, FNL Notaris, FNL Games for Real, It's Flinks. Dat is Thijs, dat is een vriend van ons. En FNL Volts, ik speel er zelf niet mee. Maar jongens, hier begon het allemaal. Hier begon het allemaal. Zo is Team FNL ontstaan. Met Dylan, met mij, met Guus en met Sam. Zo is het Team FNL ontstaan. Uiteindelijk is Dylan dus uit Team FNL gegaan, want ja, zijn eigen kanaal ontplofte dus. BOOM! Team FNL jongens, het begon eigenlijk allemaal gewoon als een klein grapje. Van yo, laten we een clan oprichten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. FNL, klonk het logisch, van Fortnite Nederland. Trouwens, de naam wordt ook nog even veranderd. Niet de hele naam, maar gewoon de betekenis van FNL. Want ja, ik weet niet, we weten niet hoe lang Fortnite nog relevant blijft in deze tijden. En sowieso jongens, wij gaan Hytale ook streamen en video's maken. Dat wordt hartstikke leuk, dus er komen ook nog hele andere games nog aan. Fortnite, daar gaan we niet mee stoppen. Dat gaan we ook gewoon door. Maar even voor de duidelijkheid, Dylan zit er al lang niet meer bij jongens. Dus alsjeblieft, stop met die vraag. En als er nu expres weer zo'n kereltje komt die lekker in de comments zet van ja. Waar is Dylan nou? Wanneer neemt Dylan weer eens op dit kanaal? Wanneer streamt Dylan nou weer eens? Hij zit er niet meer bij, oké. Gewoon, het is Jonathan, Guus, ik en Sam. Dat is het. Dat wil ik jullie even vertellen. Maar ja. Laten we nog maar even een spelletje spelen. Taylor about the fucking flex. Perfect. 10 so dark you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tied a beat up and I fuck it, yeah, I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! I might tell the bitch to bring a friend. And open up the roof, now that's a quick stop. On it real, diamonds round my pink, you got on ring pops. Cartier around my fucking wrist, take off that wristwatch. The crew is something serious, don't mess with us, you hearing this. Thinking you gon' make it to the top, man, you delirious. I'm only spitting real shit, I'm only writing facts. And yeah, I swear I gotta take the weight up off my back. I got all of the shit that's on my chest, but I'm still killing it. I'm kinda tipsy, falling over, hold my cup, I'm spilling it. You spill out your whole heart, I don't have a man, it's black. And fuck all of this shit, if it's whack, I don't want that. I'm cooking up the work and then I'm calling up your daughter for the motherfucker starter, staying quiet. Best players always talking and they hating. I'm a fucking spawn of Satan. Listen, it's what I'm regurgitating. Moon illuminating. I'm insane and got a pistol.
to. Name a person who listens, you, I'm handing out these lessons. I don't care, shit get physical. The way I use my hands, I need a mop up in this bitch. The way you use your hands, you need new socks up in this bitch. I swear I got a lucky town, I lock up in this bitch. I swear to God, I swear to God, I swear to God, I got it, got it, yeah, I'm back on my shit though. I hold a lot of people down like a limbo. Yeah, I fought your girl, she a nympho. Before this D, she take a knee like Kaepernick. I'm stabbing. Easy kill. En dankjewel voor je sub trouwens. Jongens, zo doen we dat. Easy claps, easy wins. Nou, vonden jullie dit nou een leuke video? Bij de 200 likes gaat Guus dat doen. Wat ik eerder in de video zei. Dan gaat hij op zijn oude video's reageren. Lijkt me wel een hele leuke. Dus Guus bij deze, bij 200 plus likes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor dat jullie geluisterd hebben naar mijn uitleg. Waarom Dylan er dus nou eindelijk eruit is. Waarom Dylan er dus uiteindelijk uit is gegaan. Ik hoop dat jullie genoeg hebben te kunnen informeren hierover. Dat het nu ook klaar is. Dat we geen vragen meer krijgen. Waar is Dylan? Wanneer streamt Dylan weer een keer? Weet je wel? Dus ik hoop dat het nu duidelijk is. En jongens, voor de echte OG's. Laat een leuke reactie nog even achter. Doe nog even de blauw duimpje omhoog. Laat... dus een leuke reactie achter. Abonneer. Maar boys and girls. Dan check ik jullie in de volgende video. / livestream. Hoi.